Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Dirk de Kok. Ik werk centraal op het agentschap rond sociale participatie van mensen met een migratieachtergrond. En ik vind het heel fijn om jullie zo talrijk terug te mogen begroeten deze ochtend. Vandaag is de laatste van de vier webinars die wij hebben voorzien rond mensen met een migratieachtergrond en de toegang tot vrijwilligerswerk. De laatste webinar zal gegeven worden door Geert Matthijs, die ik zo dadelijk voorstel. En zal gaan over de vragen waar mensen met een migratieachtergrond mee zitten rond vrijwilligerswerk. Het is zo dat Geert onder zijn impuls eigenlijk bij de Artevelde Hogeschool daar onderzoek is rond gebeurd. En zij hebben ook hij gaat dat voorstellen en zij hebben ook een aantal heel interessante tools eigenlijk ook ontwikkeld die Geert jullie zal voorstellen. Geert is trouwens een ex-collega van ons bij het agentschap en is dus nu verbonden aan de Hogeschool Artevelde, waar hij onderzoeker is en docent vreemdelingenrecht. Voor ik het woord aan Geert geef, nog twee praktische dingen. Jullie micro's zijn gedempt. Er is een chat, zoals altijd, waar jullie vragen kunnen instellen. Collega Tinne zal twee keer tijdens de webinar in beeld komen om die vragen aan Geert voor te leggen. Voilà, dat is eigenlijk wat ik wou vertellen als inleiding. En dan geef ik heel graag het woord aan Geert Matthijs. Dirk, dank u wel voor deze introductie. Beste mensen, het voorstellingsrondje gaan we uiteraard overslaan. En ik geef jullie onmiddellijk eventjes het programma mee voor deze voormiddag. Heel kort zal ik stilstaan bij een aantal resultaten van het onderzoek dat wij vanuit Artevelde hebben gevoerd. Dan zal ik kort een aantal instrumenten voorstellen die voor jullie dienstig kunnen zijn. Allee, dat hoop ik toch althans. En in een derde deel, dat zal het grootste deel zijn, gaan we echt ingaan op een aantal heel specifieke aandachtspunten die leven bij nieuwkomers en vluchtelingen met betrekking tot dat vrijwilligerswerk. Uiteraard is er ook wel ruimte voor vragen en opmerkingen. Dat kan onder meer op het einde van de sessie, maar ook na puntje 2 zullen we ook al een moment voorzien om enkele vragen te behandelen. Het onderzoek zelf, ik ga daar niet zoveel uitleg over geven, maar de scope van het onderzoek was eigenlijk in welke mate dat vrijwilligerswerk de zelfredzaamheid van vluchtelingen kon verhogen. Dat is een onderzoek dat wij gevoerd hebben in 2019. En we hebben daarvoor een vijftal organisaties in Vlaanderen bevraagd, waarbij we eigenlijk diepte-interviews deden met vluchtelingen zelf. Ik zal straks nog de definitie van vluchteling even verfijnen. En waarbij we ook wel interviews hebben gedaan met medewerkers en ook experten op het terrein. De vijf organisaties kan je daar zien: het Lampeke in Leuven, Filet Divers in Antwerpen, Jacoboe in Oostende en in Gent hadden we Refu Interim en de Olijfboom. Mijn excuses voor de collega's in de huiskamer uit Limburg. Dit is uiteraard toch wel een tekort dat we een aantal provincies hebben verwaarloosd. Maar we hopen toch dat deze 25 diepte-interviews een beetje een staalkaart kunnen geven van meningen van vluchtelingen die zelf vrijwilligerswerk doen. Nu, de kenmerken van de mensen die wij hebben geïnterviewd waren uiteraard uiteenlopend. Dat ging over diverse opleidingsniveaus. Er waren mensen bij die laag geschoold waren, zelfs analfabeet, tot mensen met universitaire diploma's. En als ik hier even iets zeg over de statuten, ik heb het woordje vluchteling gebruikt, maar bij de deelnemers zaten zowel mensen die effectief een beschermingsstatuut hadden ontvangen van erkend vluchteling of subsidiair beschermde, maar er waren ook wel mensen die nog in hun asielprocedure zaten, dus mensen die we ook wel verzoekers om internationale bescherming noemen of met een oude term asielzoekers. En er waren ook een aantal respondenten die op dit moment, of op het moment van de interviews, geen wettig verblijf meer hadden, die hun legaal verblijfstatuut hadden verloren en die vanuit een illegale verblijfstatus nog steeds met vrijwilligerswerk bezig zaten. Mensen over die zaken gaan we achteraf natuurlijk nog wel ingaan. Wie mag vrijwilligerswerk doen? Met welke statuten? Maar eventjes hier
om te kunnen duiden. We hadden ook verschillende leeftijdsgroepen. Mensen waren afkomstig van verschillende landen. Ook de geslachten waren evenredig verdeeld. En de invalshoeken in de bevraging, die gingen vooral over de motivatie bij de mensen om eigenlijk vrijwilligerswerk te doen. We hadden het ook over drempels om al dan niet te starten met vrijwilligerswerk. We hadden het over moeilijkheden tijdens het vrijwilligerswerk. En we hadden het uiteraard ook over de gevolgen die vrijwilligerswerk voor hen had op het vlak van die sociale en professionele zelfredzaamheid. Mensen, we gaan daar niet op ingaan op al die topics. Enkel heel kort wil ik wel iets zeggen over dat aspect van motivatie. Wat geven die mensen zelf aan waarom ze eigenlijk dat vrijwilligerswerk doen? En we moeten hier een onderscheid maken tussen zaken die heel vaak door de mensen vermeld werden, zaken die minder vaak vermeld werden en zaken die heel zelden vermeld werden. Maar wat kwam hier vooral aan bod? Dat is mensen ontmoeten en leren kennen. Dit was iets wat heel frequent werd gegeven als antwoord. Uiteraard ook andere zaken die absoluut niet verwonderlijk zijn. Oefenkansen Nederlands was een belangrijke. Verveling tegengaan. En dat is toch ook wel belangrijk, die verveling, omdat je ook moet weten, zeker als het gaat over mensen die nog zitten in een asielprocedure, heel vaak is er voor hen toch een vorm van stilstaan. En daar kan uiteraard dat doen van dat vrijwilligerswerk toch wel een hulpmiddel zijn om die zinvolle bezigheid te hebben. En een ander belangrijk iets, wat toch wel heel vaak vermeld werd, is dat aspect van solidariteit. Het feit van, het geeft mij toch wel een belangrijk goed gevoel om anderen te kunnen helpen. En men gaf daarbij soms ook wel aan dat we iets willen teruggeven, omdat we al zoveel gekregen hebben. Dat zijn eigenlijk zaken die als citaat rechtstreeks terugkomen in de verschillende interviews. Wat werd dan iets minder vaak vermeld, maar toch wel af en toe? Dat is kansen verhogen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Dus hier zou je kunnen zeggen, hier zit nog een operationeel doel achter. Straks gaan we er ook nog wel op ingaan of dat het inderdaad daar een invloed kan op hebben. Het opdoen van werkervaring werd ook vermeld. Het kennis maken met Belgische tradities en cultuur. Het feit van al vroeger vrijwilligerswerk te hebben gedaan, werd ook regelmatig vermeld. En, dat is misschien ook wel een belangrijke, het gebrek aan andere opties. Hier is het wel belangrijk om even aan te stippen dat dat gebrek aan andere opties toch vooral zichtbaarder aanwezig was bij mensen zonder wettig verblijf. En daar is het gebrek aan andere opties natuurlijk wel heel duidelijk, omdat voor die mensen een officiële tewerkstelling eigenlijk niet mogelijk is. En vandaar dat zij toch wel vaak opperden van, ja, wat kan ik anders doen? En dan, wat werd het minst vermeld, maar uiteraard toch de moeite waard om te vermelden, zeker voor de mensen die in de situatie zitten. Ik wil een vriendin vinden. Voor het geld werd heel zelden vermeld en heel zelden heeft iemand vermeld omwille van het geloof. Wat het geld betreft wil ik toch wel even benadrukken dat het wel opvalt dat de mensen die effectief vrijwilligerswerk deden, let op, ik heb het over de mensen die het doen, dat zij zelf eigenlijk zelden aangeven dat dat geld, het feit dat men soms een onkostenvergoeding krijgt, dat dat voor hen een triggerende factor is. Dat kwam bij die mensen niet aan bod. Uiteraard moeten we dat ook nuanceren. Bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen, kwam toch wel vaak de commentaar bij die mensen van, ja, maar ik snap niet waarom jij dat doet. U gratis inzetten, je kreeg daar niets voor, ik zou dat toch niet willen doen. Dus ik wil toch eventjes nuances aanbrengen. De mensen die het vrijwilligerswerk effectief doen, hebben niet noodzakelijk dezelfde mening als mensen die nog niet gestart zijn met vrijwilligerswerk. Als er mensen zijn die daar meer willen over lezen, over dat onderzoek, raad ik aan om het artikel te lezen op sociaal.net. Vrijwilligerswerk biedt vluchtelingen nieuwe perspectieven. Daar vind je eigenlijk een synthese van het onderzoek. En dan nu wil ik met jullie, en ik moet sowieso de klok altijd bewaken, een aantal instrumenten voorstellen die voortvloeiden uit dat onderzoek. Ik wil nog even meegeven dat
al die instrumenten gratis verkrijgbaar zijn. De link staat hierbij. We gaan daar straks wel eventjes naartoe gaan. Maar jullie mogen onbeperkt kopiëren zonder copyright. Alles mag, alles kan. Dus ik zou zeggen, laat jullie in de toekomst zeker gaan. We hebben eigenlijk drie instrumenten gemaakt. En je zou kunnen zeggen dat die drie instrumenten elk een heel specifieke focus hebben. En wat zijn die drie instrumenten? We hebben een wegwijzer, vluchteling en vrijwilligerswerk, die zich vooral richt naar intermediairen, zoals, ik zeg maar iets, trajectbegeleiders van een agentschap integratie en inburgering, LOI-assistenten, assistenten van het OCMW, ga zo maar door, er zijn veel intermediairen. Maar het is natuurlijk ook interessant voor de ontvangende organisaties, dat wil zeggen organisaties in het sociaal-culturele middenveld, die zelf eigenlijk vrijwilligerswerk aanbieden. Wat je daarin vindt, dat zal ik straks zeker in detail toelichten. Een tweede instrument is een checklist, vrijwilligerswerk. En dat is een checklist waar eigenlijk een aantal aspecten, belangrijke aandachtspunten, heel sumier staan uitgelegd. En dat richt zich vooral naar de kandidaat-vrijwilliger. Ook straks daarover meer. En een derde instrument, je kan dat hier misschien niet direct uit afleiden, is een bibli met verhalen die zich richten naar de kandidaat-vrijwilliger. Ook daarover straks iets meer. Ik wil nog even aanstippen dat deze drie instrumenten vooral gaan inzoomen op aspecten waar het nieuwkomer zijn, het zij het vluchteling zijn, het zij het beschikken over een ander verblijfstatuut, het zij het hebben van een migratieervaring, toch wel iets bepalender is in functie van dat verhaal van vrijwilligerswerk. Ook hier nog even aanstippen dat dit materiaal uiteraard complementair te gebruiken is met het uitstekende materiaal dat jullie ook kunnen vinden op de website van het steunpunt vrijwilligerswerk. Dus zeker niet vergeten om daar in de toekomst ook te gaan kijken. Nu, het eerste instrument is die wegwijzer. En wat vind je in die wegwijzer? Daar vind je eigenlijk een omstandig antwoord op 15 vaak voorkomende vragen bij vrijwilligers, bij vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen of willen doen. Mensen, ik gebruik hier het woordje vluchteling versus vrijwilligerswerk. Weet dat veel van die zaken uiteraard ook gelden voor andere verblijfstatuten of voor andere categorieën van nieuwkomers. De vragen, ik ga er straks even op ingaan, maar ik wil eventjes meegeven dat, ik heb al gezegd, de doelgroep voor dit instrument, dat zijn intermediairen, maar ook ontvangende organisaties. Ik wil nog even meegeven dat dat zeker een grote meerwaarde is voor intermediairen die eigenlijk vanuit soms een wettelijke opdracht ook iets moeten vertellen over vrijwilligerswerk. Ik wil nog even herinneren, zeker voor de mensen die werken in opvangstructuren, dat zij op basis van de FETASIL instructienota vrijwilligerswerk van 6 maart 2018 eigenlijk een wettelijke opdracht hebben om mensen die in hun opvangstructuur toekomen, om die binnen de maand uitleg te geven over vrijwilligerswerk. En in principe gebeurt dat twee keer. Hè. Mensen komen aan in een collectieve opvangstructuur op het moment dat ze een beschermingsaanvraag indienen. Maar mensen die dan in een latere fase effectief een beschermingsstatuut krijgen, die gaan naar een lokaal opvanginitiatief. En ook daar is het in principe de bedoeling dat de mensen ook daar binnen de maand nog even uitleg krijgen over vrijwilligerswerk. Dus ik zou zeggen, voor zulke mensen die in die positie zitten, kan deze wegwijzer zeker ook een houvast geven. Nu, wat vind je daar allemaal in? Ik heb al gezegd, 15 veel voorkomende vragen worden besproken. En per vraag zal je in een aantal rubrieken tips en antwoorden krijgen. Elke vraag is opgebouwd als volgt. Ik pak nu eventjes als voorbeeld vraag 6. Mag je met je verblijfstatus vrijwilligerswerk doen? In die wegwijzer zal je altijd een kort antwoord krijgen. Je zal ook een heel omstandig antwoord krijgen, heel gedetailleerd. En aanvullend zal je ook een aantal tips krijgen, een aantal bronnen, maar ook een aantal, ik zal het eventjes noemen, let op. En dat zijn eigenlijk een soort valkuilen. Ik ga er hier niet op ingaan, op dat voorbeeld, maar weet, dit is een vaste structuur die je in die wegwijzer vindt.
Dus ik zou zeggen, dit instrument, heel interessant voor de intermediaire zelf, ook voor de ontvangende organisaties. Je zou kunnen zeggen van, is dit ook niet interessant, dit instrument voor de nieuwkomer zelf? Goh, ik zou zeggen, als dat een nieuwkomer is, die heel goed Nederlands spreekt, kan dat misschien een meerwaarde zijn. Maar hier moet je het vooral zien als heel gedetailleerde, gecontroleerde achtergrondinformatie voor de intermediair of de ontvangende organisatie. Voor ons is het belangrijk dat we ook wel linken hebben naar de juridische verwijzingen, dat we ook wel weten waarom iets mag of niet mag. Uiteraard, onze nieuwkomer vrijwilliger, die heeft soms iets minder nood aan het feit om te weten in welke wet staat wat. Maar voor ons is dat uiteraard wel heel belangrijk om te weten. Een tweede instrument, dat is dan de checklist. En de checklist, dat is eigenlijk een soort synthese document, een beetje gebaseerd op die 15 vragen uit dat achtergronddossier dat ik daarnet vermeldde. En dit is eigenlijk een instrument wat wel heel bruikbaar is om te gebruiken in je directe kandidaat met de kandidaat vrijwilliger. Ik wil nog even meegeven dat die checklist ook in verschillende talen bestaat. Frans, Engels, Nederlands uiteraard, Arabisch en ook Turks. Meerdere talen zijn er niet, toch niet door ons. Maar uiteraard niets belet jullie om dat ook zelf te vertalen naar andere talen, mocht dat nuttig zijn in het kader van jullie cliënten. Nu, die checklist, ik heb al gezegd van, je kan dat gebruiken om voorafgaand aan het feit of iemand vrijwilligerswerk doet, het gesprek aan te gaan, maar weet dat je die checklist ook kan gebruiken met je vrijwilligers die al een tijdje actief zijn, maar met wie je eigenlijk een soort, hoe zal ik het zeggen, een tussentijds opvolggesprek wil doen. Want weet, we gaan dat straks ook wel zien, aan het doen van vrijwilligerswerk zijn toch ook wel een aantal rechten en plichten verbonden. En het kan uiteraard geen kwaad om tussentijds dat af en toe toch een keer te checken met je vrijwilliger of hij nog steeds met al die zaken in orde is. Dus mensen, die checklist, dat geeft jullie een goed hulpmiddel om op een gestructureerde wijze met je kandidaat vrijwilliger in gesprek te gaan. Weet ook dat niet al die topics die hierop staan per se in een eerste gesprek moeten aan bod komen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren in meerdere fases, op meerdere momenten. En uiteraard, aarzel niet om zo'n checklist ook mee te geven aan uw kandidaat vrijwilliger. Het is ook voor hem een geheugensteuntje om die zaken ook eens thuis op het gemak na te lezen en de zaken even te laten bezinken. Een derde instrument, dat is eigenlijk een Weebly. En daar vind je eigenlijk een aantal gepersonaliseerde verhalen van vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen. Dat zijn verhalen die opgesteld zijn in klare, heldere taal. Die dus eigenlijk ook te lezen zijn door mensen die eigenlijk nog geen, hoe zal ik het zeggen, vergevorderde kennis hebben van het Nederlands. Mensen met een basic standaardniveau, A1, A2, uiteraard ook de hogere taalniveaus. Die mensen gaan daar toch al zelf heel veel kunnen van opsteken als ze die verhalen lezen. Maar weet dat de verhalen die daarachter staan, ik ga eventjes wat uittreksels geven die je kan terugvinden op die Weebly. Weet dat je die stukken tekst eigenlijk ook gerust kan gebruiken in verschillende situaties. Stel, in een MO-les wil je ook een aantal aspecten rond vrijwilligerswerk bespreken met je leerlingen. Dan kunnen die verhalen ook wel interessante stof geven om mensen te laten discussiëren. Of mensen die in het kader van taallessen ook soms inhoudelijke thema's daaraan willen koppelen. Ook dit kunnen interessante teksten zijn, omdat het echt ook wel vertrekt vanuit het hart van de vluchteling. En mensen, ik raad zeker aan om die verhalen een keer zelf ook als hulpverlener zeker te lezen, omdat dat toch wel een mooi beeld geeft van hoe zij zelf kijken naar vrijwilligerswerk, maar ze geven zelf ook aan hoe hun omgeving kijkt naar vrijwilligerswerk. En dan zal je ook wel zien dat vrijwilligerswerk niet bij alle nieuwkomers gekend is. En dat ook wel bepaalde nieuwkomers soms het idee hebben van, ja, maar vrijwilligerswerk, ik doe dat niet, waarom zou ik dat doen? Dus het is niet zo dat
elke nieuwkomer per se van in het begin gemotiveerd is om vrijwilligerswerk te doen, laat staan dat die nieuwkomer onmiddellijk heel veel voordelen daarvan inziet. Hè. Het kan zijn van wel, het kan ook zijn van niet. En dan kan het toch wel interessant zijn om nieuwkomers ook wel een keer kennis te laten maken met de verhalen van andere nieuwkomers zelf. Hier vind je een stukje uit een verhaal van Farman uit Afghanistan, waarbij dat hij ook zelf aangeeft dat het vrijwilligerswerk hem ook met een open blik naar andere culturen heeft doen kijken, wat ook voor hem eigenlijk iets nieuws is. Hè. Het is voor de autochtone Vlaming iets nieuws om met een open blik naar andere culturen te kijken. Wel, dit geldt evenzeer voor nieuwkomers of andere vluchtelingen. En dan vind je ook andere verhalen uiteraard, hier van Deka Somalië. We hebben hier bewust geen foto, omdat we uiteraard ook altijd wel het portretrecht van de mensen respecteren. Als ze aangaven dat hun beeld niet mag gebruikt worden, dan hebben we dat uiteraard gerespecteerd. En hier kan je bijvoorbeeld zien in die tweede paragraaf, mijn zonen reageren verschillend op mijn vrijwilligersengagement. De ene zegt, het is goed mama dat je vrijwilligerswerk doet. En dan is er iemand anders in het gezin die zegt van, mama, waarom doe je dat toch? Je bent s'avonds zo moe van dat werk en je wordt er niet eens voor betaald. Dus, heel verrassend om die verhalen een keer te lezen. Het geeft toch wel een heel mooie kijk van hoe nieuwkomers op een verschillende manier aankijken ten aanzien van dat vrijwilligerswerk. En hier een laatste uitrekseltje van een verhaal. En dat is van, ik weet het eigenlijk niet goed hoe ik het moet uitspreken, mijn excuses daarvoor, van een persoon uit Irak. En hier, ik vond dat wel een heel mooie zin, de beeldspraak die de respondent gebruikte was als volgt, en dat zie je in paragraaf 2. Vrijwilligerswerk, dat is als een zaadje dat je in de grond stopt en dat na een paar maanden uitgroeit tot een grote plant. En dan legt ze dat verder uit, wat dat zaadje eigenlijk betekende en hoe dat eigenlijk verder is uitgebloeid. Mensen, dit eventjes ter inleiding, dat waren kort de drie instrumenten met een klein beetje duiding van hoe je dat kan gebruiken en op welke momenten. En uiteraard zullen we straks, eerst gaan we nog een aantal vragen beantwoorden, mochten die er nog zijn. Maar straks in het tweede grote deel gaan we dan in detail ingaan op een aantal belangrijke aandachtspunten. En dan kijk ik nu even naar onze moderator om te zien of er eventueel dringende vragen zijn waar mensen nu al een vraag over willen stellen. Ja, dag Geert. Dankjewel. Er zijn nog niet zoveel inhoudelijke vragen op de chat. Wel een vraag of dat de verhalen waar dat je nu net over spreekt, of dat die ook beschikbaar zijn in andere talen. Het kan handig zijn voor, neem ik aan, vrijwilligers of mogelijke vrijwilligers die het in hun eigen taal of in een contacttaal willen lezen. Ja, dat zou uiteraard een grote meerwaarde zijn. En wij als onderzoeker, wij worden dat uiteraard ook. Maar jammer genoeg, alles heeft te maken met budgetten, werkingsbudgetten, om dat te kunnen doen. Dat is eigenlijk de enige reden waarom het niet gebeurd is. Maar wij hebben het enkel in het Nederlands, dus jammer genoeg niet in vreemde talen. Maar het zou uiteraard een grote meerwaarde zijn. Weet dat de verhalen ook wel heel mooi leesbaar zijn op smartphone. Dus dat kan ook wel interessant zijn als jullie mensen zelf een aantal zaken willen laten lezen, dat het op die manier vlot leesbaar is. Ja, de vraagsteller voegt daar als vraag aan toe of dat er videomateriaal beschikbaar is van de verhalen. Nee. Dus uiteraard ook een interessante opmerking, omdat beeldmateriaal uiteraard ook een grote meerwaarde is. Maar het valt ons op dat het niet zo gemakkelijk is om mensen, laat staan, een toelating te geven dat hun foto gebruikt wordt. Laat staan dat een toelating geeft om dan eigenlijk ook een opname te verrichten die eigenlijk publiekelijk kan gemaakt worden en door iedereen kan gezien worden. We hebben daar toch wel een grote, daar is toch wel een grote schroom, of soms bij sommigen ook wel een kleine vorm van angst voor om dat te doen. Oké. Er is nog een vraag die binnenkomt.
of dat de gesprekken met de vrijwilligers met een tolk gedaan zijn? Goede vraag. We hebben niet gewerkt met een tolk. We hebben het gedaan met mensen die al een basisniveau Nederlands hadden. Dus eigenlijk nog niet mensen die bij wijze van spreken een maand in België waren. Werken met tolk, uiteraard, alles heeft voor- en nadelen. Hè, maar wij worden bewust zo weinig mogelijk vertekening. De mensen zoveel mogelijk zelf de zaken laten zeggen. Dus er is niet gewerkt met tolken hier. Oké, okay. Misschien nog een plan voor in de toekomst. Het is al mooi dat wat jullie gemaakt hebben al bestaat. Nog een laatste vraag voor wij verder gaan. Van Marijke Nietelet. Als illegalen vrijwilligerswerk doen, zijn zij dan administratief in orde? Denk maar aan verzekering enzovoort. Bij illegalen, dan heeft zij het natuurlijk, zegt zij zelf ook, over mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Ja. Ik ga er straks zeker op terugkomen, op mensen zonder wettig verblijf. Ja, dus dat zal zeker straks nog aan bod komen in de loop van de vragen straks. In de loop van de zaken die ik zal uitleggen. Ja. Oké. Goed, dan denk ik dat we hierbij het vragengedeelte kunnen afsluiten en verder kunnen naar de rest van de presentatie. Ja. Goed, beste mensen, we gaan nu op basis van een selectie uit die 15 vragen gaan we een aantal zaken in detail bekijken. En dat zijn ook al zaken die jullie later in detail ook kunnen bestuderen in die wegwijzer die jullie kunnen downloaden. Maar toch is het belangrijk om nu samen met jullie de belangrijke zaken toch eventjes te bekijken. En ik wil eigenlijk starten met een aantal, ik zal dat gespreid doen over de sessie. Ik wil starten met een stelling. Een stelling die gaat als volgt. Een privaat commercieel rusthuis mag vrijwilligerswerk aanbieden. En ik zou willen vragen, en mogelijk kan nog wel uitleg gegeven worden hoe jullie dat doen, om in de poll een antwoord te geven op deze stelling. Je vindt de stellingen onder het tabblaadje Slido-poll. Dus onder plenair, waar de chat staat, heb je ook naast Q&A Slido-poll. En daar heb je de vraag, of de stelling die Geert net heeft gezegd. Dus vind je daar terug en je kan kiezen tussen juist of onjuist. Je zendt in en dan zie je ook, voilà, ik zie de stemmen ondertussen binnenkomen, Geert. Dus, ja, super. Prima. Dus ga eventjes naar Slido-poll onder plenair, dus een beetje rechts van de chat, om even jouw mening te geven over deze stelling, juist of onjuist. En dan zie ik dat er ondertussen 83 mensen, het gaat hard, aan het stemmen zijn. We gaan nog een paar secondjes wachten. Oké, ik zie dat er 130 mensen hebben gestemd en er zijn er 68 die zeggen juist en 32 die zeggen onjuist, Geert. Ja, gewoon. Mensen, ik ga jullie nog eventjes in spanning houden wat het juiste antwoord is. En ik ga de uitleg eventjes opbouwen. En dan gaan we automatisch wel weten wat het antwoord is. Eigenlijk wil ik even aangeven, wat is vrijwilligerswerk en wat is het niet? Omdat we toch wel voelen, zeker bij onze nieuwkomers, dat er toch wel heel veel begripsverwarring bestaat rond dat begrip vrijwilligerswerk. Ik wil eerst even zeggen wat het niet is. En dat heeft niets te maken met een waardeoordeel. Het heeft gewoon te maken met, het zijn gewoon andere zaken. Het is dus niet hetzelfde als naastenliefde of het helpen van vrienden en familie. En wat is het ook niet? Het is ook geen verenigingswerk, het is ook geen gemeenschapsdienst in de centra, het is ook niet hetzelfde als stage. Dat zijn allemaal aparte begrippen die ook wel een eigen juridische betekenis hebben. En ik wil daar niet op ingaan nu, omdat ons dat veel te ver zou voeren, maar het is toch wel belangrijk om die zaken van elkaar te kunnen scheiden. Maar wanneer kunnen we nu wel spreken over vrijwilligerswerk? En dan moeten we uiteraard kijken naar de wet op het vrijwilligerswerk.
de noodzakelijke ingrediënten, die gaan eigenlijk over het volgende. Het gaat over het onbezoldigde karakter. Dus de mensen krijgen dus geen loon. Die kunnen hoogstens een onkostenvergoeding krijgen, maar dus geen loon. Dat is een belangrijk aspect. Het gaat om vrijwillige activiteiten. Dus mensen worden niet gedwongen. En een derde belangrijke iets is uiteraard, het gaat over organisaties die geen winst nastreven. En als we nu stoppen met lezen, dan moeten we uiteraard de mensen, en ik kijk even terug naar jullie percentages, de mensen die zeggen van kijk, een privaat commercieel rusthuis mag vrijwilligerswerk aanbieden, strikt genomen, de basisregel is nee, want een commercieel rusthuis, ja, je kan dat bezwaarlijk een organisatie noemen die geen winst nastreeft. Maar, eigenlijk is er een tijdelijke maar, beste mensen. De overheid heeft beslist om op dat criterium van een organisatie die geen winst nastreeft, tijdelijk een uitzondering te maken, omwille van de COVID-crisis, waardoor in commerciële ouderopvang dat er toch een mogelijkheid bestaat om daar vrijwilligerswerk te doen. Op het eerste zicht klinkt dat natuurlijk wel, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen van daar kunnen we allemaal niets op tegen hebben, maar we moeten uiteraard daar ook goed over waken dat vrijwilligers eigenlijk niet ingeschakeld worden in commerciële settings, waarbij men eigenlijk zoekt naar manieren om het uitvallen van personeel te compenseren. En dit is natuurlijk wel iets waar vrijwilligerswerk niet voor bedoeld is. Maar onthoud, het is eigenlijk door een tijdelijke wet dat vrijwilligerswerk toch mogelijk is in die commerciële ouderenopvang. Maar voorlopig is dat iets wat mogelijk is tot 30 juni. Het zal natuurlijk afwachten zijn wat daarna gebeurt. Maar mensen, onthoud, als basisregel kan het dus enkel binnen organisaties die geen winst nastreven. Dus nooit in commerciële settings. Misschien ook nog wel belangrijk om aan te stippen dat vrijwilligerswerk, dat je dat in principe niet kan doen in een organisatie waar je zelf als werknemer bent te werk gesteld, tenzij, kleine uitzondering daarop, dat het echt zou gaan om activiteiten die echt niets te maken hebben met je professionele job in die organisatie. Mensen, heel belangrijk om dat toch te weten van een organisatie die geen winst nastreeft. Ik wil dat nog eventjes benadrukken, want als men daarin zondigt, of als andere typische kenmerken van dat vrijwilligerswerk niet aanwezig zijn, dan kan er altijd een probleem ontstaan waarbij toezichthoudende instanties, zoals ik zeg maar iets, toezicht sociale wetten, maar ook andere inspectiediensten, die zogenaamde vrijwillige activiteit gaan catalogeren als zwart werk of illegale tewerkstelling. En ik wil even meegeven, zwart werk, de definitie van zwart werk, dat heeft eigenlijk te maken met sociale wetgeving. Dat heeft te maken met het feit dat je kan beschuldigd worden van tewerkstelling te verrichten, die geen vrijwilligerswerk is. Maar dan kom je eigenlijk in een circuit waarbij men u kan beschuldigen van u werkt en uw werkgever betaalt geen sociale zekerheidsbijdrage, er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat kan een kwalificatie zijn. En in heel worst case scenario moet je ook altijd opletten met het aspect van illegale tewerkstelling, waarbij men u beschuldigt van u werkt, maar uw verblijfstatuut is niet in orde in functie van het recht op werk. Dus heel belangrijk om toch op te letten als ooit een nieuwkomer zelf bij u aangeeft van ik kan vrijwilligerswerk doen bij mijn onkel. Mijn onkel heeft een bakkerij en ik mag daar vrijwilligerswerk gaan doen. Beste mensen, dan moet een alarmbelletje afgaan. Dit is uiteraard geen vrijwilligerswerk. En mensen, het gebeurt soms. Hier in dit artikel kan je zien dat twee werknemers aan de slag waren bij een oliebollenkraam. En de werkgever verdedigde zich door te zeggen van ja, maar mijn mensen waren hier aan de slag als vrijwilliger. Ik laat het in het midden of dat die verklaring geloofwaardig is of niet. Maar mensen, let er toch een klein beetje op, want in heel extreme gevallen kan de grens met uitbuiting flinterdun zijn.
als we inderdaad niet gaan nagaan of de organisatie beantwoordt aan die definitie van een sociaal doel. Een volgende stelling. Mensen zonder wettig verblijf mogen in geen enkel geval vrijwilligerswerk doen. En ook hier, mensen, zou ik willen vragen om de poll in te vullen. Dus ook hier, je vindt de poll onder het plenair en dan helemaal rechts slide op poll. En dan zie ik dat het een aantal mensen al hebben ingegeven. Ik zie ondertussen dat er 140 mensen hebben gestemd. Ik ga nog heel eventjes wachten voor eer de vraag op de stelling af te sluiten. Excuses, 34% heeft geantwoord juist. Ik zie dat sommige mensen, ja, de poll, ik heb hem net afgesloten, dus Denise, je zal inderdaad niet meer kunnen reageren. Van zo dadelijk, als Geert de stelling 3 geeft, bovenaan bij plenair zie je chat, poll, Q&A en Slido poll, dan kan je deelnemen aan de poll. Maar vraag stelling 2 okay, zal er dus afgesloten. Hè? Wel, mensen, het juiste antwoord is eigenlijk niet juist. Maar dat vraagt uiteraard toch wel een stukje duiding. En dat gaat nu eigenlijk over het feit, mag je met uw verblijfstatus vrijwilligerswerk doen? Als basisregel kan je stellen van iedereen die wettig verblijft, mag vrijwilligerswerk doen. Dat is juridisch correct. Ik zal straks nog wel een aantal documenten laten zien. En dan, als het gaat over mensen zonder wettig verblijf, dan moet je eventjes opletten. Bij mensen zonder wettig verblijf is vrijwilligerswerk enkel mogelijk, en dat zal een beetje juridisch klinken, maar ik denk voor de mensen die in een LOI werken en de opvangcentra, zal dat uiteraard heel gekend zijn. Mensen zonder wettig verblijf die nog genieten van een verlengd recht op materiële hulp in een opvangstructuur op basis van artikel 7 van de opvangwet, die mogen wel vrijwilligen. Ik gebruik hier eventjes het werkwoord vrijwilligen. Het staat nog niet in de vandalen, maar om eventjes tijd te besparen, vind ik het beter om te zeggen vrijwilligen in plaats van het verrichten van vrijwilligerswerk. Nu, wat betekent dat in mensentaal? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uitgeprocedeerde verzoekers om internationale bescherming, in principe moeten zij hun opvangstructuur verlaten, dat er toch een aantal humanitaire situaties zijn waarbij ze eigenlijk tijdelijk langer in die opvangstructuur mogen verblijven. En waarover gaat het? Het kan zijn dat bepaalde uitgeprocedeerde families of individuen toch langer mogen blijven, omdat er nog een ander familielid is dat nog een procedure heeft lopen. Het kan te maken hebben met zwangerschap. Het kan te maken hebben met het feit dat de familie toch langer in de opvangstructuur mag verblijven omwille van het beëindigen van het schooljaar. Het kan te maken hebben met het intekenen op vrijwillige terugkeer. Het kan te maken hebben met het feit dat het gezin of de persoon onmogelijk kan terugkeren door omstandigheden buiten zin wil om, ga zo maar door. Dus zulke zaken staan eigenlijk opgesomd in de opvangwet. En dat maakt dat sommige uitgeprocedeerde personen, om dat woord eventjes te gebruiken, toch langer in die opvangstructuur mogen verblijven. En dat zijn dan mensen zonder wettig verblijf die toch vrijwilligerswerk mogen doen, ondanks het feit dat ze geen wettig verblijf hebben.
Wel, mensen, let wel op. Hè. Wie valt daar niet onder? Dat zijn gezinnen met kinderen die opgevangen worden op basis van het koninklijk besluit 24 juni 2004. Dit is weer gewoon een heel juridisch iets. Ik ga proberen uit te leggen in mensentaal wie dat zijn. Dat gaat over mensen die niets te maken hebben met mensen die, net nadat ze uitgeprocedeerd zijn, toch nog langer in de opvangstructuur verblijven. Dat gaat niet over die mensen. Het gaat eigenlijk over mensen die al lange tijd, korte tijd of iets langere tijd of heel lange tijd, de opvangstructuur hebben verlaten, die eigenlijk al geruime tijd hier leven zonder wettig verblijf, die leven op straat, bij familieleden. Zulke mensen die kunnen toch opvang afdwingen via het koninklijk besluit van 24 juni 2004. In concreto betekent dat zulke gezinnen met minderjarige kinderen een aanvraag kunnen doen bij het OCMW van de feitelijke verblijfplaats en dat OCMW van de feitelijke verblijfplaats na een behoeftigheidsonderzoek eigenlijk een aanvraag zal indienen bij VetAsyl om een opvangplaats te krijgen op basis van dat koninklijk besluit van 24 juni 2004. In de praktijk wordt dat heel zelden gebruikt, die regeling. Omwille van de volledigheid moet ik dat wel eventjes meegeven. Mochten daar ooit later vragen over zijn, kunnen jullie mij altijd wel persoonlijk ook contacteren op mail, omdat zulke aspectjes misschien iets te technisch, te juridisch zullen zijn om straks te behandelen. Maar we zien wel. Goed, wettig verblijf. Voor de mensen die er allemaal zo niet vertrouwd mee zijn. Wettig verblijf, ja, hoe herken je dat? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mensen die wettig verblijven, die hebben in principe altijd wel een verblijfsdocument die ze kunnen laten zien. En ik heb hier gewoon een aantal afbeeldingen geplaatst van veel voorkomende verblijfsdocumenten. Je hebt de verblijfsdocumenten die uitgereikt worden aan derde landers. Dat zijn mensen die een nationaliteit hebben van een niet-EU-land. We noemen dat derde landers. En de kaartjes, na goedkeuring van het verblijfsrecht die zij ontvangen, dat is het documentje dat jullie zien links onderaan deze slide. Dat roze kleurige kaartje. En van zodra je zoiets ziet, moet je eigenlijk als organisatie, moet je er allemaal niet veel vragen meer bij stellen. Die mensen mogen uiteraard vrijwilligen. Uiteraard altijd wel nagaan of het document nog geldig is, want dat heeft natuurlijk ook een geldigheidsduur. En het documentje rechts, de kaart die zo nogal op een eerste zicht trekt op de Belgische identiteitskaart, let op, het is geen identiteitskaart, dat zijn de verblijfskaarten die worden uitgereikt aan Unieburgers. Dus een Fransman, een Nederlander, een Spanjaard, die eigenlijk een langdurig verblijfsrecht in België heeft gekregen, die zal zo een groenkleurige kaart krijgen. Wie kan ook een groenkleurige kaart krijgen? En dat zijn de familieleden van Belgen of de familieleden van Fransen die hier wonen, ondanks het feit dat die familieleden misschien zelf ook derde lander zijn. Dus een derde lander kan ook zo'n groenkleurig kaartje krijgen en dat heeft dan te maken met een familieband. Mensen, wat zijn nog documentjes die soms kunnen opduiken? Het is gewoon ter illustratie, want ik zou ze nog wel 30 documenten kunnen laten zien. Ik laat er gewoon een aantal zien om jullie wat handvaten te geven. Maar wat je links bovenaan ziet, dat is een bijlage 26. Als je dat ziet, dat is eigenlijk een bewijs dat mensen effectief een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. En dat wordt dan geattesteerd aan de hand van bijlage 26. Dat is oké. Wat je volledig rechts ziet, is een bewijs van aanmelding. Eigenlijk is dat een documentje dat nog vooraf gaat aan die bijlage 26. Dat bewijs van aanmelding is eigenlijk een eerste formeel document dat aantoont dat een persoon eigenlijk de intentie heeft om in België bescherming aan te vragen. Die krijgen een bewijs van aanmelding. Ook als je dat ziet, mensen, dit is oké voor vrijwilligerswerk. Zie je een oranje kaart, een oranje kaart bestaat uiteraard niet. In de volksmond praten wij over die oranje kleurige kaart. Officieel noemt dat een attest van immatriculatie. Als je dat ziet, dat is ook een document dat wijst op een tijdelijk verblijfsrecht. En ook dat
is geen enkel probleem in het kader van vrijwilligerswerk. Mensen, dat zijn gewoon een aantal handvaten die aangeven van dit wijst op een wettig verblijf. Ik ga het hier bij dat puntje ga ik hier afsluiten. En uiteraard bij de vragen kunnen we daar nog altijd wel uitgebreider op ingaan, mocht dat nodig zijn. Maar moraal van het verhaal, basisregels bij wettig verblijf, uiteraard geen probleem voor vrijwilligerswerk. En als het gaat over mensen die geen wettig verblijf hebben, dan kan het enkel als het gaat om mensen die een verlengd recht op opvang genieten in hun opvangstructuur. En dan is het nu tijd voor een nieuwe stelling. Je krijgt als... Ja, sorry. Ja, voor de mensen die stellingen niet vinden, want er waren een aantal mensen die aangaven in de chat, we vinden de stellingen niet. Dus bij plenair heb je chat, polls, Q&A en daarnaast staat Slido-poll. Dus we werken niet met polls, maar duidelijk met Slido-poll. En de vraag is op dit moment, of de stelling is op dit moment al gelanceerd en staat daar ter beschikking. Sorry Geert voor het onderbreken. Geen probleem. Dat is een noodzakelijke aanvulling. Derde stelling. Je krijgt als leefloner beter geen vrijwilligersvergoeding. Het OCMW moet dit immers meetellen voor de berekening van het leefloon. Dat zijn ook uitspraken, beste mensen, die wij opgetekend hebben in het werkveld. Klopt die stelling of niet? Is dat juist, die logica? Ik zie ondertussen al een 75-tal mensen die gestemd hebben, dus we gaan nog heel eventjes wachten. Oké, ik zie het een beetje stabiliseren. Dus Geert, 22% zegt juist en 78% zegt onjuist. Ja, dus de stelling, dat is niet juist. Hè? Het is wel degelijk zo, een OCMW mag dat niet meetellen voor de berekening van het leefloon. Ook hier zal ik straks daar nog een aantal nuances bij aanbrengen. Maar we moeten dat eigenlijk een beetje plaatsen in het rubriekje moet je vrijwilligerswerk ergens melden. En mensen, hier moet eigenlijk een beetje van uitgaan. Hè. Als basisprincipe mag je geruststellen, vrijwilligerswerk moet je nergens melden. Dat is eigenlijk het basisprincipe. Maar let op, er zijn altijd een hoop maars. En vele van onze nieuwkomers zullen vallen onder die maars. En wat zijn die maars? Dat is... Vrijwilligerswerk zal toch ergens moeten gemeld worden als je zit in een van de volgende situaties. En een van die situaties is, je verblijft nog in een opvangstructuur. En een opvangstructuur, daarmee bedoelen we zowel de opvangstructuren die we noemen, de LOE's, of de lokale opvanginitiatieven die beheerd worden door de OCMW's, maar evenzeer de opvangstructuren die... meer grootschalig zijn en daarmee bedoelen we dan de collectieve opvangcentra die beheerd worden onder de vleugels ook van Vetasil. Nu, wat zegt de vrijwilligerswet in dit geval? Als iemand nog verblijft in een opvangstructuur, moet die dat vooraf, en het letterlijke woordje dat in de wet staat, is hij moet dat aangeven aan Vetasil. Eigenlijk in de praktijk betekent dat dat hij dat moet zeggen vooraf aan zijn sociaal werker van de opvangstructuur. En dezelfde vrijwilligerswet die zegt dan ook dat Vetasil kan beperken of het vrijwilligerswerk in zijn geheel verbieden indien de activiteit geen kenmerken vertoont van vrijwilligerswerk, indien de activiteit afbreuk doet aan de goede werking van de opvangstructuur of de behoeften van begeleiding. Ik zeg maar iets, kan misschien zijn dat de vrijwilliger misschien vrijwilligerswerk wil doen in de nachtopvang van daklozen.
Ja, dan zou het misschien kunnen dat hier de opvangstructuur zal zeggen van goh, in het kader van de goede werking van de opvangstructuur gaan we dat toch niet toelaten. Hè. En een derde reden waarbij FETAZIL kan beperken of verbieden, dat is wanneer elementen aanwezig zijn die misbruik doen vermoeden in zaken omzeilen van professionele inkomsten die een invloed kunnen hebben op het recht op materiële hulp. Dat zijn eigenlijk de drie grote redenen. Nu, navraag bij FETAZIL leert mij dat dat eigenlijk toch bijna nooit gebeurt. We weten uiteraard ook in de praktijk dat mensen die verblijven in een opvangstructuur soms ook wel vrijwilligerswerk doen zonder dat ze dat aangeven aan hun sociaal werker. Maar we kunnen misschien toch maar beter in onze begeleiding aangeven dat het toch wel belangrijk is dat dat effectief wordt aangegeven aan de sociale werker. Niet om daar met de vermanende vinger op te zetten, maar toch om te kijken van is dat wel degelijk vrijwilligerswerk? Dat we hier toch niet te maken hebben met het feit dat de persoon vrijwilligerswerk doet in, zeg maar wat, in een bakkerij waarbij hij achteraan gratis werkt en waarbij we soms, waarbij we dan duidelijk op de grens zitten van uitbuiting. Een tweede iets is, wat als je een leefloon krijgt? En strikt genomen kan je niet een leefloon hebben en terzelfde tijd in een opvangstructuur zitten. Dat zal in principe niet voorkomen. Dus het zal altijd wel een of-of-of verhaal zijn. Maar je krijgt een leefloon en je verblijft uiteraard niet in een opvangstructuur. Dan is het de bedoeling dat de kandidaat-vrijwilliger vooraf het OCMW inlicht daarover. En dat wordt bepaald door het KB recht op maatschappelijke integratie. En hier is het wel belangrijk dat, stel dat onze vrijwilliger vergoedingen, onkostenvergoedingen krijgt, dat die onkostenvergoedingen niet mogen meetellen bij de bestaansmiddelen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het leefloon. En wat is hier de nuance? Uiteraard op voorwaarde dat de dag- en jaargrenzen gerespecteerd worden. En wat bedoelt men daarmee? Eigenlijk is het zo dat als je een onkostenvergoeding krijgt, dat daar een soort begrenzing op zit. Als je die begrenzing niet zou respecteren, dan is het zo dat men eigenlijk die volledige vergoedingen uit dat vrijwilligerswerk wel mag meenemen voor de berekening van het leefloon. Pas op, ook voor in het kader van andere sociale rechten gelden die begrenzingen ook. Maar hier, wat het leefloon betreft, is dat toch wel heel belangrijk. En wat is eigenlijk een beetje het basisprincipe? Wat moet altijd gerespecteerd worden? Die begrenzing, die dagbegrenzing is €35,41. En dit wat vrijwilligerswerk betreft in het jaar 2021. En op jaarbasis €1416,16. Mensen, om het nu niet dat ik het graag complex maak, maar weet dat er bepaalde vormen zijn van vrijwilligerswerk waarbij de overheid eigenlijk een andere maximumgrens heeft gelegd. Lees bepaalde categorieën van vrijwilligers. Dat heeft onder meer te maken. Ik kan het anders zeggen. Bepaalde categorieën van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in het kader van sport, daar zijn die maximumgrenzen anders en eigenlijk pakken hoger. Dat maakt het allemaal heel complex. Je creëert eigenlijk twee soorten vrijwilligers, waarbij dat vrijwilliger X eigenlijk meer vergoedingen kan krijgen dan een andere vrijwilliger. We kunnen daar allemaal ethische reflecties over maken. Maar hier gaat het over het feit, weet, als je zelf moet werken met die begrenzingen, weet dat er voor bepaalde categorieën van vrijwilligerswerk eigenlijk andere maximumgrenzen zijn op jaarbasis. En ook nu, COVID verandert vaak een aantal zaken. Ook in het kader van de COVID-pandemie heeft men beslist om bepaalde vormen van vrijwilligerswerk die bijdragen aan de bestrijding van de COVID-crisis, om daar ook eigenlijk te zorgen voor een verhoogde jaargrens. Mensen, ik wil ook hier aanraden, als je daar de laatste stand van zaken wilt terugvinden, want dat zijn zaken die vaak ook wel actualiteitsgebonden zijn, ga toch ook zeker regelmatig kijken op de website van het steunpunt vrijwilligerswerk.
waarschijnlijk kan je daar ook wel abonneren op een nieuwsbrief, omdat zij uiteraard zulke zaken op de voet opvolgen en ook al zullen communiceren als daar weer een verandering zou optreden. En dan een werkloosheidsuitkering. Dat kan uiteraard ook voorvallen. Hier is het zo dat de kandidaat-vrijwilliger vooraf zijn vrijwilligerswerk dient aan te geven bij de vakbond of hulpkas. En opgelet, het is niet de vakbond of hulpkas die effectief een toelating geeft. De vakbond of hulpkas gaan dan eigenlijk de toelating aanvragen of doorsturen aan de RVA. En de RVA heeft dan x aantal werkdagen tijd om te beslissen. En uiteraard, ook wel belangrijk om weten, in afwachting van een beslissing van de RVA mag de betrokkenen zijn vrijwilligerswerk al aanvatten. Mensen weten ook dat er organisaties bestaan die vrijwilligerswerk aanbieden, dat sommige organisaties eigenlijk vrijgesteld zijn van het feit dat het vrijwilligerswerk moet gemeld worden omwille van een algemene aangifte die d'office geldt voor die organisatie. En eigenlijk geldt dat een beetje voor organisaties die vaak bovenlokaal georganiseerd zijn. Organisaties die eigenlijk een beetje een landelijk of eigenlijk een bereik hebben dat de grens van de eigen gemeente of het eigen beperkte werkingsgebied overstijgt. Organisaties die vaak in veel plaatsen actief zijn. Goed. Een volgende aspect, en dit is niet gekoppeld aan een stelling, wat ik heel kort met jullie nog wil overlopen, is waar vind je organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden? En uiteraard, mensen, je kunt die vraag vanuit verschillende perspectieven bekijken. Hè? Vanuit het perspectief van de nieuwkomer, vanuit het perspectief van de intermediair. Naar lang de bril gaan natuurlijk andere zaken belangrijk zijn. Maar ik wil zeker benadrukken, de landgenoten van mensen die al vrijwilligerswerk doen, spreek die zeker aan. Of ik ga het anders zeggen, nieuwkomers, die vrijwilligen, dat zijn eigenlijk ambassadeurs. De mond-aan-mond reclame is toch zo belangrijk. Dat viel ons op. Als wij vroegen aan nieuwkomers die vrijwilligen, van hoe heb jij vrijwilligerswerk leren kennen? Heel vaak zeiden zij van, kijk, persoon X, persoon Y, en vaak ging dat over landgenoten, die hebben mij dat verteld. En zo ben ik in contact gekomen met vrijwilligerswerk. Dus ik zou zeggen van, stel dat je zelf al vluchtelingen begeleidt die vrijwilligerswerk doen, dat zijn vaak mensen die vaak heel inspirerend kunnen werken voor andere landgenoten. Maar nu omgekeerd, als je zelf, je werkt als vrijwilliger, als niet-vluchteling, ik zal het zo zeggen, je werkt als vrijwilliger en je bent buddy van een nieuwkomer en die nieuwkomer die vraagt van, kan ik ergens vrijwilligen? Ja, dat is natuurlijk een ander perspectief. Dan is het natuurlijk heel belangrijk om ook een keer te gaan kijken naar wie is dat professioneel netwerk van die nieuwkomer of vluchteling. En dan kan het zeker interessant zijn om met die mensen contact op te nemen om te zien of zij mogelijkheden zien. En wat is dat professioneel netwerk van de vluchteling? Wat hebben zij meestal minimaal? Ze hebben meestal een OCMB-assistent. Ze hebben meestal een trajectbegeleider in het kader van inburgering. En heel vaak, als het mensen zijn die ook een traject hebben in functie van werk, hebben zij ook nog een begeleider bij de VDAB. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zitten in dat professioneel netwerk van de vluchteling. Weet ook dat veel gemeentes ook een vrijwilligerspunt hebben. De meeste gemeentes in Vlaanderen hebben een eigen aanspreekpersoon. En dat zijn vaak ook wel mensen die toch in theorie, vaak ook in de praktijk, goed zicht hebben op waar zijn nu allemaal ontvangende organisaties of organisaties die zelf op zoek zijn naar vrijwilligers. En die kunnen dikwijls ook al een beetje inschatten welke organisaties ook al ervaring hebben in het inschakelen van anderstaligen die misschien nog niet voldoende de Nederlandse taal machtig zijn, maar die toch wel bereid zijn om die inspanning te leveren, om die mensen bij hen te laten vrijwilligen. Uiteraard, ga zeker ook kijken bij nieuwere initiatieven. Refu Interim heeft in de eerste webinar, of de tweede, ik ben het al vergeten, zijn werking toegelicht. Refu Interim is dus geen interimkantoor, voor alle duidelijkheid, maar het is wel een organisatie die
nieuwkomers wil matchen aan organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. Reffe Interim heeft al op een aantal plaatsen in Vlaanderen een werking uitgebouwd. Dus ik zou zeggen van, stel dat Reffe Interim in uw werkingsgebied een werking heeft, kan het uiteraard ook heel interessant zijn om met die mensen zeker eens contact op te nemen. En dan weet dat er ook een aantal specifieke databanken bestaan waar eigenlijk vacatures over vrijwilligerswerk worden aangeboden. En eigenlijk hebben we hier in Vlaanderen 3 grote databanken. Je hebt GiveDay, je vindt daar een pagina links, daar vind je een afbeelding. Je hebt ook de pagina van vrijwilligerswerk.be, dat vinden jullie rechtsbovenaan. En dan op de website van de Noord-Zuidkoepel, de website van 1111, kan je klikken op www.11.be en daar kan je ook heel wat vacatures voor vrijwilligerswerk vinden. Opgelet mensen, zeker bij 1111, sommige vacatures voor vrijwilligerswerk leggen de lat heel hoog qua skills. Het is toch wel goed om goed te bewaken dat als er bepaalde vacatures zijn, dat die uiteraard ook wel aansluiten bij de competenties van je kandidaat vrijwilligers, van je kandidaat vrijwilliger. En dan is nu tijd voor een nieuwe stelling. Vrijwilligerswerk verrichten verhoogt de kans op het verkrijgen van een beschermingsstatuut. En met beschermingsstatuut bedoelt men dan het statuut van erkend vluchteling of subsidiair beschermde. Het statuut dat mensen op het einde van de rit kunnen krijgen als de overheid vindt dat ze effectief bescherming nodig hebben. Wie denkt dat dat correct is en wie denkt dat dat niet correct is? Vul gerust de poll in. Ik luister even of al resultaten binnenkomen. Ja hoor, de resultaten zijn volop aan het binnenkomen, maar ik zie het nog heel hard omhoog gaan, het aantal stemmen. Dus vandaar dat ik heel eventjes nog wacht. Spannend. Oké, ik ga de poll afsluiten. Dus hier zegt 27% juist en 73% onjuist. Ja, dankjewel. De meerderheid van de mensen heeft correct geantwoord in de zin van deze stelling is niet juist. En we gaan dat even uitleggen, hè? Want voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met die beschermingsprocedure, kan dat misschien heel raar overkomen. Hè? Maar we gaan dat kort even duiden. Om te bepalen of iemand een beschermingsstatus krijgt, dan gaat men eigenlijk zaken gaan onderzoeken die niets te maken hebben met integratie of duurzame bindingen in ons land. Dat is eigenlijk heel belangrijk om voor ogen te houden. Het feit of iemand een beschermingsstatuut krijgt en weet, er bestaan 2 grote statuten in ons land, het statuut van erkend vluchteling en het statuut van subsidiaire bescherming, die kennen elk een aantal eigen voorwaarden. En hier kan je ze even vinden. Wat zijn die voorwaarden? Iemand kan het statuut van erkend vluchteling krijgen indien hij een persoonlijke vrees geniet voor vervolging op basis van ras, religie, nationaliteit, hetzij sociale groep, hetzij politieke overtuiging. En dat hij onvoldoende in zijn land tegen die vervolging kan beschermd worden. En dat is eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd, want het is natuurlijk, zo'n onderzoek is veel complexer dan één zinnetje te toetsen. Hè? Maar daarover gaat het eigenlijk. Hè? Men gaat eigenlijk de vrees voor vervolging gaan toetsen, mocht die persoon terugkeren naar zijn land van herkomst.
En die vrees voor vervolging moet dan ook nog een keer te maken hebben met die categorieën. Ik ga er niet apart op ingaan wat dat juist allemaal betekent. Dat kan interessant zijn voor een totaal andere vorming die enkel en alleen over dat thema zou gaan. Maar weet het feit dat die asielzoeker of die verzoeker om internationale bescherming hier 10 talen spreekt of analfabeet is, hooggeschoold is of laaggeschoold, geïntegreerd is of niet geïntegreerd, dat heeft daar op zich niets mee te maken. Het gaat over die situatie in het land van herkomst. En dat gaat eigenlijk ook over die definitie van subsidiaire bescherming. Dat is dat andere beschermingsstatuut. Heel simpel wil dat zeggen. Als de overheid vindt dat de persoon niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus, dan gaat men automatisch onderzoeken of de persoon niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. En wat wil dat zeggen? Hier gaat men gaan beoordelen of de persoon niet het risico loopt op ernstige schade, mocht hij terugkeren naar het herkomstland, en men gaat schade dan ook nog een keer gaan definiëren als zijnde doodstraf of executie, hetzij foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, hetzij een ernstige bedreiging van het leven van een burger door willekeurig geweld in het geval van een gewapend conflict. Mensen een ganse boterham vol. Heel complex om dat nu in mensentaal uit te leggen. En we hebben daar ook niet de tijd voor. Maar de moraal van het verhaal is, let op wat je tegen mensen zegt. Uiteraard mogen wij mensen aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen. Uiteraard, dat is heel goed. Maar gebruik zeker niet de foute argumenten. Het doen van vrijwilligerswerk heeft eigenlijk niet te maken met de kans op toekenning van zo'n beschermingsstatus. Het is toch wel belangrijk dat we die nuance meenemen. Een volgende stelling. Vrijwilligerswerk kan mensen zonder wettig verblijf helpen om een verblijfstatus te bekomen. En nu praten we natuurlijk over verblijfstatuten die niet gekoppeld zijn aan die internationale bescherming. Weet, in ons land heb je natuurlijk nog veel andere verblijfsprocedures. Je hebt gezinshereniging, je hebt een verblijfsprocedure voor studenten, je hebt een verblijfsprocedure voor burgers van de Unie, slachtoffers, mensenhandel. Allee, je hebt heel veel categorieën. En hier is mijn vraag een beetje. Het feit dat je vrijwilligerswerk doet, kan mensen zonder wettig verblijf helpen om een verblijfsstatus te bekomen. Vul maar de poll in. Ze zijn al volop aan het invullen, Geert. En we gaan de poll afsluiten en ik zie juist 46%, onjuist 54%. Ja, heel gemengd de antwoorden hier. Laten we even kijken. Mensen, als basisprincipe mag je stellen, vrijwilligerswerk helpt je niet om een verblijfstatus te bekomen. En ik ga het anders zeggen, het doen van vrijwilligerswerk kan nooit op een rechtstreekse manier aanleiding geven tot het bekomen van een verblijfstatus. Dat is natuurlijk heel jammer, hè, want we merken toch dat zeker mensen zonder wettig verblijf of mensen die nog echt aan het wachten zijn op een definitieve beslissing, dat die toch wel vaak hopen dat dat een doorslaggevend element zou kunnen zijn bij de beoordeling. Nee, dat is dus niet het geval. Ik wil wel één nuance maken voor één bepaalde verblijfsprocedure. En dat is,
Misschien hebben jullie, of toch zeker sommigen, al gehoord over de procedure die verwijst naar artikel 9 bis in de verblijfswet. En in mensentaal wordt dat vaak ook de humanitaire regularisatie genoemd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat een soort uitzonderingsprocedure is, die voorzien is in de Vreemdelingenwet, waarbij men eigenlijk zegt van, indien er heel bijzondere situaties zijn, kunnen we toch mensen zonder wettig verblijf een verblijfsrecht geven, zelfs al voldoen ze niet aan de criteria van al die andere verblijfsprocedures. Daar komt het in mensentaal op neer. Maar de Vreemdelingenwet, of de Verblijfswet, dat zijn synoniemen, die legt niet uit aan wie dat kan gegeven worden. Dat hoort bij wat men noemt de discretionaire bevoegdheid, of zijnde de eigen appreciatieruimte van de Federale Dienst Vreemdelingenzaken, hetzij de staatssecretaris voor asiel en migratie. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van, dat is de enige verblijfprocedure die eigenlijk ook nog, die eigenlijk heel sterk politiek gestuurd is. En waar naar gelang de politieke legislatuur soms eigen accenten kunnen gelegd worden. En je moet weten, in de laatste decennia gaat men eigenlijk heel spaarzaam om mensen toch papieren te geven op basis van die procedure. Dus als mensen denken van, kijk, ik heb negatief gekregen op basis van mijn asielaanvraag, mijn verzoek om internationale bescherming, ik ga nu onmiddellijk een regularisatieprocedure opstarten en ik ga zeggen van dat ik vrijwilligerswerk doe, gaat mij dat kansen geven op slagen? Nee, absoluut niet. Hè? Maar vrijwilligerswerk kan wel helpen, stel dat het mensen zijn die hier toch al... En ik moet natuurlijk opletten met wat ik nu zeg, want het is geen wiskunde. Het is op basis van ervaringen van dossiers die ik zie passeren. Mensen die hier al 7, 8 jaar zijn, die geen wettig verblijf hebben. En het gaat over mensen die kinderen hebben, die goed geïntegreerd zijn, blanco strafblad. In zulke dossiers gaan we wel merken dat het doen van vrijwilligerswerk sowieso een positief element is in de beoordeling van het dossier. Dus vandaar dat ik zeg van, het op indirecte wijze kan het natuurlijk wel een humanitaire regularisatieaanvraag ondersteunen. Hè? Maar ik zeg er wel bij ondersteunen en niet in de zin van op een directe wijze aanleiding geven tot een verblijfstatus. Hè? Dus mensen, moraal van het verhaal, vrijwilligerswerk in relatie tot het bekomen van een verblijfstatus, in relatie tot het bekomen van een verblijfstatus, de basisregel is nee. Onthoud wel, als het gaat over een humanitaire regularisatie, kan het een ondersteunend element zijn. In andere verblijfsprocedures speelt dat vrijwilligerswerk op geen enkele wijze een rol. En dan heb ik nog een stelling, en dat zijn allemaal stellingen die komen uiteraard uit de mond van intermediairen, maar ook uit de mond van de vrijwilligers zelf. Vrijwilligerswerk kan je helpen om Belg te worden. En mensen, ik wil dat nog eventjes benadrukken, hè. Je moet altijd een onderscheid maken tussen, als mensen een verblijfstatuut bekomen, blijven zij nog altijd de eigen nationaliteit behouden. Hè. Dus opgelet, slaat dat niet door elkaar. Hè. Mensen die een verblijfstatuut krijgen, hè, als gezinshereniger, als erkend vluchteling, als slachtoffer mensenhandel, die blijven hun nationaliteit behouden, die worden geen Belg. Hè. Het feit van Belg te worden, dat zijn totaal andere procedures. Dus nu is gewoon de vraag van, kan vrijwilligerswerk u helpen om later, op een later tijdstip, ooit Belg te worden? Vul gerust in. Ik zie de mensen inderdaad al volop aan het stemmen zijn, Geert. Misschien ook even meegeven kwestie tijd, omdat we weten dat jij het hop-in-venster niet ziet. Dat we nog een vijftal minuutjes hebben. Dus ik ga de stemming ook iets sneller afronden. Het is ook de laatste topic die ik belicht. Hè? Dus we gaan straks zeker kunnen afronden. Ik zie dat er nog mensen volop aan het stemmen zijn. Dus als je nog een stem wil uitbrengen, doe het dan zeker nu.
En ik zie dat er 59% juist zit en 41% onjuist. Ja, ook gemengde antwoorden. We gaan dat eventjes bekijken. Je hebt een verblijfstatuut. Dat kan uiteraard ook een beschermingsstatuut zijn, dat maakt niet uit. Kan vrijwilligerswerk je helpen om later Belg te worden? Het antwoord is ja. En uiteraard vraagt dat ook een beetje duiding. Je moet weten, je hebt eigenlijk verschillende manieren om Belg te worden. Gemeenschappelijk aan al die manieren is, de lat ligt te hoog. Je kan Belg worden door nationaliteitsverklaring, via naturalisatie, via automatische toekenning. Dit is allemaal heel technisch, ik ga dat niet uitleggen, maar weet, als het gaat over nationaliteitsverklaring, daar is er eigenlijk één categorie waarbij men zegt van, één categorie van mensen, waarbij het doen van vrijwilligerswerk effectief invloed heeft. En dat is de categorie die hieronder staat aangegeven. Die categorie vind je terug in artikel 12 bis, paragraaf 1, vijfde lid van het wetboek van Belgische nationaliteit. Je moet uiteraard juridische bronnen niet onthouden, maar het is natuurlijk wel belangrijk, als je dat later wil opzoeken, dat je weet wat is die primaire bron. En wat zegt men daar? Men gaat daar een ganse lijst opsommen van categorieën van mensen die Belg kunnen worden. En één categorie is voor ons belangrijk. En dat is de volgende. De categorie ouder dan 18 jaar en terzelfde tijd 10 jaar wettig verblijf hebben en kunnen aantonen dat je een van de landstalen beheerst en kunnen bewijzen dat je actief deelneemt aan de onthaalgemeenschap. Dat is eigenlijk één categorie die duidelijk in de wet staat. En mensen, jullie weten, in België heb je wetten. En wetten zijn vaak zodanig vaag omschreven dat je dan opnieuw omzendbrieven nodig hebt om bepaalde zaken te duiden. En ook hier is er natuurlijk een omzendbrief die heel veel duiding geeft. En hier gaat men de definitie van bewijs van deelname aan zijn onthaalgemeenschap gaat men gaan definiëren. En wat zegt men daar? Deelname aan zijn onthaalgemeenschap, eigenlijk ja, mag je dat op alle mogelijke manieren bewijzen. En men gaat letterlijk schrijven van wat zijn indicaties van deelname aan onthaalgemeenschap. Dat is onder andere actieve betrokkenheid bij het Belgische verenigingsleven. Dus hier wordt eigenlijk wel duidelijk die link gelegd naar vrijwilligerswerk. Maar diezelfde omzendbrief die geeft daarbij nog een heel rare nuance. Ze schrijven erbij, onthaalgemeenschap kan in geen geval gelijkgesteld worden met de in België gevestigde gemeenschap van herkomst van de belanghebbende. Mensenvrij vertaald betekent dat een Afghaanse erkend vluchteling die zich inzet om jonge Afghaanse niet begeleide minderjarigen op vrijwillige basis te gaan ondersteunen, krijgt minder waardering in functie van de nationaliteitswetgeving dan mocht diezelfde Afghaan vrijwilligerswerk doen bij een, ik zeg maar wat, de KWB of de KAV of ga zo maar door. Dat is eigenlijk geen vrij vertaald wat daar staat. Ik geef dat maar even mee. We kunnen daar uiteraard ook over filosoferen, discussiëren. Maar ik wou jullie deze rare kronkel toch zeker niet onthouden. Goed mensen, dat waren in een notendop een aantal heel specifieke vragen die leefden bij nieuwkomers en vluchtelingen. Uiteraard is dat maar een selectie. Ik wil nog even meegeven op de laatste slide. De link waar je al die instrumenten kan downloaden, die staat hier. Weet dat die presentatie ook zal geplaatst worden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. En ook daar zal je uiteraard ook aan al die instrumenten kunnen. En dan resten we nu. Ik kijk even. Ik denk dat we dan nog enkele minuten hebben om nog een aantal vragen of opmerkingen die verschijnen in de plenaire chat, om die met jullie te bekijken. Er waren enkele vragen rond de vierde pijler binnen inburgering. Dus wat dat mensen, zeggen sommigen, verplicht gaan worden tot vrijwilligerswerk.
En ik weet niet, Geert, of dat je daar iets kan over zeggen, over dat verplicht worden tot vrijwilligerswerk in het kader van die inburgering? Dat is niet volledig correct, natuurlijk. Hè. Je hebt die vierde pijler die zich richt op die, zal ik het zeggen, zelfredzaamheid en de gemeente, ga zo maar door. Maar die vierde pijler kan op meerdere manieren vervuld worden dan het doen van vrijwilligerswerk. Hè. Dus het is natuurlijk een beetje een kort door de bocht gaan dat de vierde pijler gelijkgesteld wordt tot dit kan enkel door vrijwilligerswerk. En dan zou je kunnen zeggen van, is het niet gewoon dubbelzinnig dat je mensen verplicht op die manier om vrijwilligerswerk te doen? Hè? Ik begrijp die gevoeligheid. Maar weet, die vierde pijler bestaat uit veel meer dan vrijwilligerswerk. Het kan ook een stage zijn. Hè? Het kunnen ook andere zaken zijn. Hè? Dus, maar ik begrijp de gevoeligheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van, binnen de categorie van mensen die mogelijk verplicht worden in het kader van die vierde pijler, is er eigenlijk een grote variatie, een grote range via welke zaken ze eigenlijk kunnen voldoen aan die zogenaamde plicht van de vierde pijler. Het gaat ruimer dan dat enkel vrijwilligerswerk zou mogen zijn. Ja, oké. Er was ook nog een vraag. Valt een autonoom gemeentebedrijf onder organisaties die winst maken? Dus met andere woorden, mag je daar vrijwilligerswerk doen? Goede vraag, maar dat wil ik zelf nog een keer nakijken, voor ik hier nu in de groep daarover een uitspraak doe. Dus dat wil ik zeker nog een keer nakijken. En dat zijn dan ook zaken die we kunnen plaatsen in het document. Want er komt ook nog een document rond, Frequently Asked Questions, dat we daar kunnen in opnemen. Ja, oké. Okay. Ik kijk hier nog verder naar enkele andere vragen. Wordt er in de wet melding gemaakt van de duurtijd van het doen van vrijwilligerswerk? Met het oog op de procedure om de Belgische nationaliteit te bekomen, is er een minimale duur? Nee, het wordt daar niets over vermeld. Oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel vrije interpretatie. Ja, oké. Okay. Er is ook nog iemand, ik zie dat Tine ondertussen terug is. Tine, hoor jij ons? Ik hoor jullie. Hoor jullie mij? Ja. Tine, omdat jij er even niet bij was, heb ik een aantal vragen uit de chat ook al aan Geert voorgelegd. Maar misschien ben jij er klaar voor om er nog een aantal voor te leggen die jij had voorbereid? Ja. En hopelijk zijn het dan niet dezelfde. Ja, dat zal je mij wel vertellen, hè? Ja, als het hetzelfde is. In elk geval was er iemand die vroeg, Bart Somers suggereerde een paar dagen geleden dat mensen met een leefloon een vorm van vrijwilligerswerk zouden doen binnen de vierde pijler, neem ik aan, die de kost tegelijkertijd voor hun inburgeringsprogramma betaalt. Is dat dan, de persoon die de vraag stelde, zei dan van, ja, bedoelde die dat binnen de vierde pijler? Maar vooral ook, hoe zit dat wettelijk in elkaar? Klopt dat wettelijk ook helemaal, Geert? Ja, ik moet eerlijk zijn, ik vond de uitspraak van Somers, maar ik heb het ook maar moeten doen met een aantal zinnetjes in de krant, waarbij je dat ook niet goed weet, hoe is letterlijk iets gezegd? Maar ik vind het op zich een heel rare redenering. Ik weet ook niet goed wat bedoelt Somers juist. Hè? Want strikt genomen, als je vrijwilligerswerk doet, je wordt daar niet voor betaald. Hè? Dus ik weet ook niet goed wat de boodschap is van Somers. Bedoelt hij daarmee dat in de weinige situaties dat de persoon een onkostenvergoeding zou krijgen, dat hij dat maar moet gebruiken? Dat zou ik toch wel een heel gevaarlijke redenering vinden. Ik vind het op zich ethisch toch wel. Je kunt er toch wel veel vragen bij stellen van, moet dat gezien worden als een vorm van terugbetaling aan de samenleving? Ik denk het niet. Hè. Vrijwilligerswerk doe je vanuit je hart, hè, doe je uit vrije wil, hè, en doe je niet vanuit het feit van, je moet daarmee iets terugdoen voor de samenleving. Hè. Wil je dat doen vanuit de eigen intentie? Ja, dat is mooi meegenomen, maar op die manier dat stellen. Maar ik zeg het, ik durf er niet te veel uitspraken over doen, omdat ik de minister niet zelf die uitspraken heb horen doen. Ik moet het een beetje doen met een aantal flarden die in de krant verschenen zijn. Dus mijn excuses daarvoor. Oké, maar dat is al interessant qua reactie. Dank je wel. Er waren nog twee technische of eerder technische vragen rond
het mogen doen van vrijwilligerswerk, waren er twee mensen die vroegen een autonoom gemeentebedrijf en een CSA-boerderij. Zijn dat organisaties waar ja of nee vrijwilligerswerk mag gedaan worden? Ja, wel, die vraag was er net ook gesteld. En we hadden voorgesteld om dat soort vragen, om dat te beantwoorden in de Frequently Asked Questions, dat wordt opgenomen in zo'n schriftelijk documentje. Oké. Okay. Zodanig dat we daar zeker niet een foute interpretatie meegeven nu. Ja. En dan was er ook iemand die vroeg, ik weet niet, Dirk, of dat al gevraagd is, maar is de sociaal werker van het LOI ook voldoende om te melden dat iemand vrijwilligerswerk doet, of moet dit FedAsiel zijn? Nee, uiteraard. FedAsiel is voldoende. Hè? Want ik moet zeggen, naast, ik moet even kijken, je hebt de instructienota van FedAsiel, maar FedAsiel heeft ook zijn kwaliteitshandboek. Dat gaat over normen van de opvang. En daarin staat dat ook nog een keer vermeld. En daarin zegt men dat het moet meegedeeld worden aan de sociaal werker. Dus iemand die werkzaam is voor het LOI moet niet op zijn beurt al die zaken nog een keer doorsturen naar FedAsiel, om het zo te zeggen. Hè? Maar het is wel de bedoeling dat de sociaal werker dat bijhoudt, dat registreert. Oké. En dan nog een laatste vraag die ik hier zie. Er is iemand die zegt, ja, zou de overheid, als ze dan toch de nadruk legt op toegankelijkheid voor vluchtelingen van vrijwilligerswerk, best ook zorgen dat dit net wel betalend wordt, bijvoorbeeld inburgeraars die in armoede zijn. Het is best een zware last om het inburgeringstraject te betalen, bijvoorbeeld. Is het niet beter om dat dan standaard te gaan voorzien? Wat denk jij daarover? Ja, dat is ook een beetje een ethische vraag. Hè? Natuurlijk, het wordt natuurlijk gevaarlijk. Hè? Een basisprincipe is, vrijwilligerswerk is niet betalend. Hè? Anders is het geen vrijwilligerswerk meer. Hè? Er bestaat wel zoiets als de reële onkostenvergoeding en een soort forfaitaire onkostenvergoeding, hè? Die ook kan gebruikt worden. Maar we moeten weten van, je hebt in België, de meeste organisaties, ik denk dat de mensen van het steunpunt dat nog beter zullen weten, maar heel veel organisaties werken niet met die forfaitaire vrijwilligersvergoeding. En je gaat eigenlijk vrijwilligerswerk creëren op twee snelheden, waardoor dat mogelijk, en dan zeker voor de nieuwkomers, vrijwilligerswerk waar een forfaitaire onkostenvergoeding mee gemoeid is, dat veel populairder wordt dan vrijwilligerswerk waar er geen forfaitaire onkostenvergoeding mee gemoeid is. En je moet weten, sommige organisaties hebben dat geld ook niet. En het wordt natuurlijk een gevaarlijke evolutie dat we op den duur, en dan vind ik dat we in een kantelpunt zitten, dat we aan die nieuwkomers in het kader van de vierde pijler bijna zouden zeggen van, in uw geval moet dat betalend vrijwilligerswerk zijn. Ik denk, als we daartoe komen, denk ik toch dat de Hoge Raad voor Vrijwilligers daar toch wel zijn fiat zal voor geven. Juist niet zijn fiat zal ingeven en dat die hopelijk toch wel met adviezen daar kunnen tegenin gaan. Want dat zou toch wel een heel foute bedoeling zijn, denk ik, persoonlijk. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vertolk hier niet de mening van mijn eigen hogeschool, en dat is puur mijn eigen persoonlijke mening. Oké, dank u, Geert. Dan ga ik het woord na deze heel interessante webinar terug aan Dirk geven om af te sluiten. Ja, mensen, we gaan binnen twee minuutjes afsluiten, maar ik vind het toch nog even belangrijk om het volgende te zeggen. Eerst en vooral bedankt, heel hartelijk bedankt, Geert, voor uw heel heldere en boeiende uiteenzet. Er waren ook heel wat vragen, dus dat bewijst dat het echt wel op interesse kon rekenen, dat op een vraag beantwoorden, dat er nood aan was. Ik wil eigenlijk ook jullie bedanken, beste mensen, om deze vier of misschien 1, 2 of 3 webinars te volgen. Wij hopen dat we jullie goed geïnformeerd hebben over vrijwilligerswerk en geïnspireerd hebben over voor vrijwilligerswerk met mensen met een migratieachtergrond. Jullie waren telkens met tussen de 2 en de 300, dus dat was echt een hele mooie opkomst en heel fijn om vast te stellen. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om toch de ploeg die dit gerealiseerd heeft ook nog even te bedanken. Katrien voor de technische ondersteuning en Dries, Anneleen, Ann, Metusera en Tinne, die eigenlijk mijn collega's waren die dit samen met
wij hebben dat samen als een team georganiseerd en gerealiseerd. Dus dikke merci ervoor. Hebben jullie nog vragen rond deze webinarreeks? Wil je alles nog eens terugkijken? Eén adres. Ik zet het direct op de chat. Het was ook het adres waar dat daar straks al even circuleerde. Maar dus op onze website vind je eigenlijk alles over deze webinarreeks terug. En ook de contactpersonen die in jouw regio kan contacteren als je nog vragen hebt rond dit onderwerp. Voilà, dat was wat ik nog even kwijt wou. En ik wens jullie allemaal nog een fijne werkdag. En bedankt om erbij te zijn. Tot later. Dag.